18 juni. De VARA-televisie presenteert Willem Ruijs met aflevering 72 van 5 tegen 5. Voor de vierde keer, zonder dat zij de grote pot geleegd hebben, maar ondanks alles, vrienden voor het leven, de Overschietse Boys. Maar vanavond wordt het echt zwaar. Gestudeerden nemen het nu tegen ze op. Met Japans vernuft bij deze te noemen de Japanologen. En hier is uw eigen echte Hollandse jongen, Willem Ruijs. Dankjewel. Gasten samen weer. Aan die week hard, hè, jongen. Zo, weer woensdagavond, hè. Nou, dat gaat heel hard allemaal. Nou, het wil nog maar niet zomeren, hè. Vervelend, maar goed. Houd de moed erin. De vader blijft u even maken met de woensdagavond. Goeie programma's. Vanavond heeft dat dan zo recht geleerd, tintje. Wij hebben Japanologen. Ja, dat zijn mensen die weten alles van Japan. Kan je voorstellen? En we hebben dus de Overschietse Boys. Die zijn dus vrienden voor het leven. Dat wist u niet als u voor het eerst kijkt vanavond. En dat blijven ze ook. Maar die grote poet, dat zei Pierre al. Die halen jullie er alsmaar niet uit, Paul. Dat zit, wel 1123 gulden heb je inmiddels steeds, binnen. Steeds tegen, we weten niet waar het aan ligt. Nee, nou ja, kijk, als je de sla moet aanmaken, Willem. Hebben we er nog reacties op gehad of niet? Genoeg. Je hebt er nog wel genoeg over gehad. Nou, ze vonden het nog niet zo gek. Ze vonden het niet zo gek? Nee. Sla aanmaken met sla. Ja. Nou, eronder. Hè? Eronder. Sla eronder en dan aanmaken. Aanmaken met sla. Oké, jongens, kom zo bij jullie terug. Okay. Dames en heren, ik mag u voorstellen aan de Japanologen. Ja, dat is het. Dat betekent natuurlijk dat het niet toegestaan is dat jullie Japans onderling over mij gaan praten. Dat hadden we afgesproken inderdaad, daar ben je bang voor geloof ik. Ja, dat vind ik, zou ik geen straf hebben. Wat staat er op je blouse? Nou, dit is onze verenigingstrui. Hier staat Tanuki, dat is onze eigenlijke Japanse naam. Hoe? Tanuki. Tanuki. Dat is een van de Japanse inheemse beest. En hier staat Universiteit van Leiden, maar dan een beetje moeilijk geschreven. En studentenvereniging. Ja, ze lezen van boven naar beneden. Ja, en van rechts naar links. Bij jou een eind lezen trouwens, een lange jongen. Ja, je voorstellen, hè? Maar ik ben er nu aan gewend, hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Studentenvereniging staat hier dus. Ah ja, van Ja. Ik heb wel van die series gezien en dan is het zo mooi. Het zingt zo mooi, ja, die taal. Mooi, ja. Ja, alleen af en toe lijkt net als ze kwaad op elkaar zijn. Ja. Met dat sumo. Kennen jullie dat thuis, sumo? Dat zijn van die hele grote, dikke jongens. Die hebben daarvoor gestudeerd. Ja, van die hele grote, dikke, met zo'n grote, met zijn broek, weet je wel. Met zijn, ja, die hebben zo, alleen maar zo'n band hier. Als ze zich omdraaien, dan hebben ze zo'n tanga-spleet hier, weet je wel. En die gaan zo voor elkaar staan. En dan hoor je, die scheidsrechter, ik ben een keer in Japan geweest toen ik nog vloog, dan hoor je... Mij zo jong, ja, toe! Dan staan ze voor je. Hebben allemaal geleerd, jongen. Kom op. Edwin, stel ze aan ons voor. Mag blijven applaudisseren, dames en heren. Dat is... Mirjam. En Mirjam. Harry. En Harry. Carla. En Carla. En Ivo. En Ivo. Heel goed. Ik kom er nog op terug, Edwin. Ja. Mirjam, waarom gaat iemand speciaal Japans studeren? Serieus vraag. Ik kan er geen serieus antwoord op geven. Waarom niet? Ik wilde daar gewoon een keer naartoe en toen wilde ik de taal spreken. Maar heeft dat te maken met je toekomst? Nee, bij mij niet. Nee? Nee. Want ik neem aan dat met de vooruitgaande, hè, de steeds verder ontwikkelende Japanse technologie en het niet sluiten van onze grenzen nog steeds, dat daar best business in zit. Oh ja, maar er zijn ook wel mensen die richting uit willen met economie of bedrijfskunde. Maar ik wil daar eerst maar eens naartoe en dan kijk ik wel weer. Bent wel eens in Tokio geweest? Nee, ik ga deze zomer. Deze zomer ga ja. Ik ben er geweest al. Ik vloog. Hè, dat is leuk. Nou, het is een fantastisch land. Oh. En als ik bij Harry terechtkom, dan moet je een keer naar een badhuis gaan. Ben ik al geweest. En ben je geweest? Ja. Het is een hele stoffige stad, Tokio. En dan... Vaak botten. Ja, dan gaan ze, die Japanners gaan heel vaak in bad. Die taal is kostelijk, hè? Ja, schitterend. Waarom ben jij het gaan studeren? Nou, ik las op een gegeven moment in de vertaling dan enkele Japanse auteurs. En ik denk, nou, die wil ik in het origineel lezen. Dus. En in, hè, de Japanse auteurs. Hoe heet die jongen weer, die Hariki? Mishima. Mishima. Ja, dat is echt. Ja. Een beetje overdreven, vind ik. Dat die wordt nou opeens helemaal weer omhoog gehemeld. Ah, Mishima. Hij is meer populair in buiten Japan en Japan zelf. In Japan is hij een taboe. Nee, hij is een typische VPRO-artiest, hè? Ja, nee, ze zonder aan Mishima kijken. Hi, Carla. Hi.
Hai. Ja, dat weten we niet thuis, maar hai, dat is namelijk ja in het Japans. Hai. Zeg ik een onzin of niet, jongens? Nee, daar. Dus als je daar bent als Holland... Nee, wacht nou even. Ah, zie, dat is onzin. Als je daar bent en je komt dus in de metro en je zegt hai, kijk eens allemaal op. Maar dan denken ze dat je ja zegt. Voel je? En wij zeggen altijd hai. 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 Hai, doei. Ja. En ze buigen altijd, hè. Hoe lang studeer je het al? 3 jaar, bijna. Wat studeer je nou precies? Japanse taal, ja. Literatuur, cultuurkunde, taalkunde, enzovoort, enzovoort. Talen is voor ons waarschijnlijk heel moeilijk, want de tekens komen er natuurlijk nog bij. We hebben ook de cursus Chinees nou op de televisie, hè? Al een tijdje gehad. Ja. En Japans is heel anders, hè? Qua structuur is Japans heel anders. Structuur dan bedoel je de grammatica en schrift is ook wel enigszins anders. Niet zeg eens tegen mij, ik vind dit een leuke uitzending. En dat is het. Ja, zeg eens, kan ik. Sore wa totemo ii desu. Ah, yes, all right. Yes, all right. Yes, wat wil je met de studie gaan doen? Ja, ik wil de wetenschap in, zal ik maar zeggen. In stoffige bibliotheken, oude, vervelende boeken lezen. Oh, zeg, wat voor deur, kerel. Heb je al dit? Mooi, dat gooit je er wel even in, zo zeg. Nou, oké, okay. Veel succes. Maar daarom sta ik ook als laatste, hè? Dan kom ik niet aan de beurt. Ja, de zwakste is al als laatste, hoor. Heb je dat gedaan, hè? Jongens, Japanolo! Nou, gaan we weer. De hele rij, Paul, voor de vierde keer. Fair. En dat is? Fair. Fair. Ja. Dan Giel. Giel. Van Willem. En Willem. En Tom. En Tom. Iets gebeurt nog deze week waarvan je zegt, moeten we het even melden? Weinig, lekker weertje geweest, maar de rest zullen we wel zien. Reacties? Veel. Ontzettend beroemd, hè. Ook in Rio, dat is in Rotterdam en omstreken. Ja. We denken trouwens dat een of andere cameraman voor een vrouw is geworden. Misschien Mies Bouwman. En dat ze gaan roepen en zo. Voor wat? Een programma in de hoofdrol misschien. Omdat jullie in de hoofdrol komen? Ja, iedereen wordt uitgenodigd daar tegenwoordig, dus waarom wij niet? Nou, Oomschiese boys in de hoofdrol niet. Ja, ze bieden zich bij deze aan. En dan worden ze verrast. Dus Ver heeft examen gedaan. Waar had je nou vorige week examen gedaan? Werktuigkundige in Centralis. Werktuigkundige in Centralis, ja. Je hebt scheepswerktuigkundige, maar dat heb je ook in Centralis. En ik kon absoluut niet komen natuurlijk. Ik kon niet komen. Ben je geslaagd? Ik ben gezakt. Jo. Ja, ben gezakt. Ja, ik wil er voor de rest niet te gek veel over zeggen, maar het personeelsbeleid bij mijn bedrijf, dat is het GHB Rotterdam, is van die naar dat ook een steentje heeft toe bijgedragen aan het zakken, neem ik aan. Ja, ja. Dus, nou, dus maar voor de rest wou ik daar niet te veel. Nee. Nou, jongens van de GHB, wanneer ga je weer op? Ik weet niet of ik nog op ga. Daar moet ik nog even over denken. Nou, ik vind het jammer. Het ligt een beetje gecompliceerd, maar... Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik kan me een beetje voorstellen. Nou, oké. Okay. Ik dacht dat je wel geslaagd zou zijn. Nou ja, het is niet helemaal daar die schuld van, maar dat heeft wel een behoorlijk steentje toe bijgedragen. Ja, ik kan me voorstellen. 50-5. Gevonden schuld. Hai Giel, alles goed nog? Ja, prima. Willem? Prima. Rita Meijer vorige week. Moet meer gaan kijken hoor, dan 50-5. Jongens, kopjes speelt. Daar gaat hij, daar gaan we. Let op. Konden wij, Edwin? Nou, daar gaan we. Dit is een makkelijke vraag. Voor wie laat u het liefst de deur dicht? Vervelende visite. Heel goed, jij had hem al. Je had hem al gezegd, vervelende visite. 1 tot en met 5. Mag ik hem zien, Nederlandse publiek? Vervelende visite. Hij zit er niet bij, Paul. Deurwaarder. Ja, ik kan me voorstellen. In het programma. Ik heb niet in de last mee gehad. Dat is onze reserve, deurwaarder. Deurwaarder is jullie reserve. Ja, dus die komt er niet in bij jullie. Nou, je kan er niet meer uitredden, Paul. Je kan je er niet meer uitredden nu. Mag ik de deurwaarder zien, Nederlandse publiek? De nummer 1, hou of weggeven. Zeg wat je doet. We houden hem. Wij gaan hem spelen, jongens. Dan gaat hij ver. Voor wie laat je het niet de deur dicht? De colporteur. De colporteur, hè? Dus de colporteur, dat is de... De man die van alles verkoopt aan de deur. Waarom dingen die je meestal niet nodig hebt. Ja, ja. Oké. Okay. Mag ik hem zien? Colporteur, 2. Hé, merkwaardig. Giel, 3 seconden. Kan je niet wat man zeggen? Jehova's? Jehova's. Ja, niet graag aan de deur. Nou, Jehova's zijn tegenwoordig... Vroeger waren ze heel vasthoudend, maar dat is veranderd bij de Jehova's. Ja. Vroeger ging die voet ertussen, weet je wel. Ja. Nu niet meer. Ik heb mijn vader wel zorgen grillen. Tenminste, in Jehova. Ja? Toen mijn vader te duwen achter de deur. En Bonnieert van de Jehova? Ja, plaats ging hij wel weg. Ja, plaats ging hij... Ja, die waren sterk. Wauw, als die voet op zijn deur zat, hè. Dan kon hij niet wegkomen, die Jehova, natuurlijk. Nou, we doen ze niet meer. Mag ik... ben benieuwd, hoor. Nederlands publiek. 2, 3, 4 of 5. Jehova. Ah, ja! Ah, heel goed, Giel. Willem, 3 seconden. Voor wie laat u het liefst de deur dicht? De man met de gasmeter. De man met de gasmeter? Ja, ja. Die voor de gasmeter komt. Die komt opnemen? Ja, precies. Die wou je liever later opnemen, die man. Hij zet hem op zijn kant. Hij zet hem op zijn kant. Oké, okay, we hebben nu de gasmeteropnemer.
Tweede kruis, derde kruis, verlies je controle gevraagd. Tom, voor wie? Collectanten, denk ik. Collectanten? Ja. Je hebt ze wel voor een goed doel, maar ook voor een minder goed doel. Ja, je hebt gelijk. Oké. Okay. Goed, dan gaan we kijken. Collectanten, 3, 4 of 5. Mag ik hem zien? Nederlands publiek. Derde kruis, overleg Japanologen. De kans om uit de bank te pakken, slechts 31 gulden. Ivo, ik hoorde jou het als eerste zeggen. Nou gaat hij het. Moet je opletten. Wat, ja. Wat wordt het? Wij denken heel traditioneel de schoonmoeders. De schoonmoeder. Voor de schoonmoeder laat je... Valt een beetje onder vervelende visite soms, maar... Valt, ja. Voor wie laat u het liefst de deur dicht? Nou, dat is toch een hele beroemde, weet je wel. De schoonmoeder... Het regent verschrikkelijk, wordt gebeld. Deur open, schoonmoeder staat er. En wat zeg je dan tegen die vrouw? Mens, blijf toch niet zo in die regen staan. Ga toch naar huis. Oh, ja. Nou, oké. Ben we weer mooi gezien, Nederlands publiek. 3, 4 of 5. De schoonmoeder. Ja! Schoonfamilie. En wat was dan de nummer 4? De Hollander zei... De buurvrouw. En wat was dan de nummer 5, Nederlands publiek? Zij daarop. Mijn ex kopt en speelt. Daar gaat hij weer. Hand aan de ribben, jongens. Oké, Mirjam, daar gaan we ver. Wat trekt u 's morgens het eerst aan? Nee, ja, tenminste. Ja? Ondergoed. Ondergoed, ja, dat kan me voorstellen. Top 3, Nederlands publiek, ondergoed! Nee, hij is er niet. Ver? Je kousen. Je kousen? Je sokken? Mijn sokken of kousen? Heb jij kousen aan? 2 uitzendingen geleden zat hij al met pumps in de weer. Nou weer met zijn kousen. Wat heb je, panties of nog van de jaren tellen? Sokken. Oké. Sokken, mag ik zien, de sokken? Nee, je hebt nog een kans. Mirjam, wat trekt u 's morgens het eerste aan? 3 seconden. Peignoir. Over, ja, peignoir. 1, 2 of 3. Oh, die Nederlander heeft overjas. Overjas, als eerste. Ja, wat er... Je ken die types wel, hè? Die dan zo met een overjas, die ze het eerst aangetrokken in de tram komen, weet je wel. En die staan dan zo, en dan is hij er een van. Hallo! Hij ver. Maar ik zie in het Nederlands publiek de overjas. Jij zit gek in elkaar, Ger. Nou, we gaan weer. Mirjam, we hebben hem nog wel even tijd voor. Het journaal wordt iets uitgesteld. Mirjam, wat denk je nou eens bij jezelf? Wat doe jij het eerst aan? 'S morgens. Ja, mijn... Nou, dat is een toeter. Wat trekt je... horloge. Je horloge is nu 's morgens het eerste aan. Oh. Jongens, het ligt eraan. Of je houdt hem, hou die hand nou op die richel. Oh, hoe bedoel je? Hou je hem 's nachts aan of doe je hem voordat je naar bed gaat uit? Daar gaat het even om. Ja, maar... Nee, wacht, niks zeggen. Dus begrijp je? Je kan hem een week, rammen als je weet waar ik het nu over heb. Je kan hem een week aanhouden. Je kan ook zeggen, ik doe iedere dag een andere aan. Maar je doet hem 's morgens meestal wel weer aan. Hij gaat vanzelf uit. Nou. Onderbroek. Nou, dat moet hem volgens mij wezen, jongens. Wat doet een Nederlander als eerste 's morgens aan? Mag ik het zien? De onderbroek. Wat doe je? Houden of weg? We houden. Ja, houden. Je houdt. Oké. Okay. Gaan we, jongens. Giel, wat trek je 's morgens het eerst aan? Mijn badjas. Je badjas. En waar is al gezegd? Had je op moeten letten? Nee, hoor. 2 of 3. Wacht. Ja, dat gaat hard. Willem? Hemd. Hemd. Ben benieuwd. Hemd. 2 of 3. Dat is er 1. Het hemd of... Het shirt. Ton. De broek. De broek. Ja, de bovenbroek. De pantalon. Mag ik hem zien op 3, de pantalon? Tweede kruis. Ben benieuwd, Paul. 3 seconden. Wat trekt u 's morgens het eerste aan? Lange broek. Lange broek, is hier net gezegd. Mag ik hem zien? Derde kruis, gaan jullie overleggen. In de bank 62. Ja, daar komt hij aan. Ben benieuwd. Het is een lastige oplossing. Ja, daar komt hij, Edwin. Overhemd. Overhemd. Als overhemd erbij is, pak je uit de bank 62 gulden. Anders gaat hij naar de Overschietse Boys. Mag ik zien? Overhemd. Nee, die is bij jullie. Nou, waar zijn we nou op gestruikeld op deze lastige vraag? Wat was dan Nederlands publiek de nummer 3? Komt en speelt. Giel en Harry, daar gaan we. Makkelijke vraag, jongens, die gaat heel snel. Waar, het is wel top 7, waar bent u zuinig op? Hij is voor jou, Harry, hè? Dat klopt, ja. Mijn auto. Je auto. Mag ik hem zien, Nederlands publiek? 1 tot en met 7, de auto. Je kan hoger, Giel. Mijn gezin. Je gezin, daar ben je zuinig op. Mag ik zien, Nederlands publiek, nummer 1 of 2, gezin?
Er wordt getoeterd. Wat betekent dat? Gaan jullie hem spelen of houden? Heel Japans doen jullie dat, hè? Ja, ik zou hem niet... Nou, ik wil geen overleg. Ik moet gewoon nu weten... Harry, ze geven hem, hè? Ja, ik sla maar mee meer daar. Ja, je zal wel moeten, ja, natuurlijk. Oké, jullie spelen hem, jongens. Nou, daar bent u zuinig. Eventjes weer even in tempo. Het zakt een beetje in, vind je niet? Maar wij zuinig, Willem. Mevrouw? Ja, vind ik een hele goeie. Mag ik hem zien? 1, 2, 4, 5, 6 of 7. Mijn vrouw, Nederlands publiek. Hoe kan dat nou? Tom. Kleding. Kleding. Mag ik zien, Nederlands publiek? Kleding. Ben benieuwd. Ja, ga door, Paul. Waar bent u zuinig op? Fiets. Ja, mag ik hem zien? Nee, tweede kruis. Derde kruis, verlies je de controle over de vraag. Ver. Geleende spullen. Geleende spullen, vind ik een goeie. Mag ik hem zien? 1, 2, 4, 6 of 7. Derde kruis, overleg. En we gaan er hard door. Ben benieuwd. Ah, ja, zijn eruit. Zeg het maar. Gezondheid. Gezondheid. Als gezondheid voorkomt op het bord, dan maak je een goede kans. Pak je slechts 15 gulden, wordt de stand 55-62. Zo niet, dan gaat hij weer naar de Overschiese Boys. Mag ik zien, Nederlands publiek, op 1, 2, 4, 6 of 7. Gezondheid, je hebt hem, jawel. Wat was nou de nummer 1? Waar ben je zuinig op? Kijk eens aan. Mezelf. Wat was dan de nummer 2? Eigen spullen, niet geleende spullen. Wat was dan de nummer 4? En wat was dan de nummer 6? Mijn vrienden. Nou jongens, dubbel geld, 59-62. Kom en speel. Nou jongens. Voor een het heel anders. Waar probeert u altijd onderuit te komen? Ja, je had hem weer volgens mij. Ja. Carla? De afwas. De afwas, ik kan me goed voorstellen. Dubbel geld is bepalend voor de eindronde. Mag ik zien, afwas? De nummer 1, nou zeg het, Japanese. Jullie staan te overleggen, maar je moet het maar gewoon roepen. Ja, nee, niet jij moet het als captain roepen, allemaal tegelijk. Dus jullie houden hem. Ja, het spijt me, jongens. Nee, ik moet ingrijpen dan. Je moet voor jezelf bepalen of je hem houdt of speelt. Ja, anders wordt het een toestand. Ivo, 3 seconden, waar probeert u altijd onderuit te komen? Visite bij vervelende mensen. Visite bij vervelende mensen. Ik kan me voorstellen, dubbel geld. Top 5 visite bij vervelende mensen. Mag ik hem zien? Nee, ons publiek zei. Ja, uitstekend. Waar probeert u altijd onderuit te komen, Edwin? Afspraak met de tandarts. Afspraak met de tandarts? Nee. Maar de Nederlanders... Het Nederlands publiek natuurlijk. Ik kan me niet voor... Nee, we zijn dental-minded, zoals dat heet in Nederland. Mag ik zien? Een afspraak... Ik kan me voorstellen. Nee, vind ik geen goeie. Mirjam, waar probeert u altijd onderuit te komen? Nee. Maar even kijken, dat was een kruis, tweede kruis dus. Harry, waar probeert u altijd onderuit te komen? Officiële recepties. Officiële recepties. Mag ik zien recepties, het derde kruis? En dan gaat die controle van de vraag weg. Overleg, Schiedamse Boys hebben het in eigen hand. 50 in de bank, stand 59 tegen 62. Bepalend wie hem heeft, wint de pot. Nou, Paul. Ja, wij dachten aan stofzuigen en dat soort toestanden. Stofzuigen, ja. Waar probeert u altijd onderuit? Huishoudelijke klussen. Huishoudelijke klusjes weer. Een week geleden sta je nog te vertellen dat je dus... waar wil u meer aandacht aan besteden? Ja. Zegt hij aan huishoudelijke klussen. Jongens zijn nog niet thuis geweest, komen ze terug. Ja, voor. Mag ik hem even zien? Huishoudelijke klussen. Als hij erbij is, ben je er. Zo niet, dan... Ja! 5 keer! Wat was nou die nummer... Jullie waren onverslaanbaar, jongens. Wat was nou, Nederlands publiek, die nummer 4? Mag ik die even zien? En wat was dan de nummer 5? Dat was... Ongelijk. Jawel. Nou, het betekent dat het van korte duur was. Ja. Ze zijn niet te verslaan, hè? Nee, ze zijn ijzersterk, maar dat wisten van tevoren. Dus... Ik vind het leuk dat jullie er waren. We weten iets meer over het feit dat er zo'n studie bestaat. Ja, nou, dat was eigenlijk in eerste aanzet onbedoeld, hoor. We dachten eerst van, ja, men weet niet dat je Japans kunt studeren in Nederland. Nou ja, we dachten van, volgend jaar bestaan we 5 jaar, hebben we een lustrum. 5 tegen 5, leuk. Nou ja, en we dachten, mocht het nou nog zo zijn dat... Dank u. Het is dus niet zo dat de studie 5 jaar bestaat. De studie bestaat al meer dan 150 jaar, maar onze vereniging 5 jaar. Prima. En we dachten, nou ja, als er nog iets aan mocht blijven, aan de strijkstof mocht blijven kleven, dan gaat het lustrumfonds in. Maar dat is misschien... 59 gulden. Nou, kijk eens aan. 59 gulden in het fonds. Ja, dat is heel goed. Oké, Mirjam, tot ziens. Harry, tot ziens. Leuk dat je er bent. Carla en Ivo, tot ziens. Jongens, de Japanologen. Kijk aan. Paul, de voorlaatste keer. Volgende week is het de laatste keer dat je terug kan komen. Ja, de 5e keer. Ja. Je hebt nog steeds niet de klap gemaakt. Nee. Ik ben benieuwd. Wie? Nou, Giel en ik. Giel, dat is kom op, jongens. Nou, ja. En even de beuk erin. Kom naast me staan.
Giel en jij. Paul, wie begint er? Jij gaat. Ja. Jij start hem? Ik start hem. Ja. Dus jij gaat om. Ik start hem, ja. Dat was niet afgesproken. Nee, was niet afgesproken. Hij gaat onder de koptelefoon. Oké, het licht gaat laag. De klok is er klaar voor. Die gaat pas lopen op het moment dat ik de eerste vraag stel. Ik hoop dat het nu lukt. Je bent nu voor de in totaal vierde keer hier. Volgende week sowieso de laatste keer. Het zou leuk zijn als die gaat. Let op, concentreer je. Het is een raar spelletje. Het is alleen maar moeilijk vanwege die 15 seconden. Noem een groente die je rauw eet. Sla. Waar is het druk op zaterdag? Stad. Noem een soort cocktail. Een krap cocktail. Op welke dag doet u meestal boodschappen? Op zaterdag. Zaterdag. Welk cadeau komt altijd van pas? Hobbygereedschap. Hobbygereedschap. We hebben alles over. Dat was hem. We gaan meteen kijken. Hallo Paul. Nou, ik ben benieuwd. Op weg naar 5000 gulden. We openen. Noem een groente die je rauw eet. Jouw antwoord was salade. 100 zei dan. Ja, dat is een goeie. Op weg. Waar is het druk op zaterdag? Jouw antwoord was in de stad. De 100 zei dan. Dat is een mooie gemiddelde. Jawel, gaat goed. Noem een soort cocktail. Jouw antwoord was het welbekende krapcocktail. De 100 zei dan. Ja, dat gaat goed. 73. Op welke dag doet u meestal boodschappen? Jouw antwoord was. Dat moet de nummer 1 zijn. De 100 zei dan. Ja, we gaan goed. 100. Welk cadeau komt altijd van pas? Jouw antwoord was hobbygereedschap. Moet een goede zijn. Gereedschap. Mag ik de 100 zien? Die zeiden. Zo zeggen, staan Paul. Dan komt Giel en die moet het afmaken. In totaal 109. Je moet er dus 91 bij halen. Het zal moeilijk worden. Er zijn er een paar genoemd die waarschijnlijk voor jou, als jij ze ook noemt, dit geluid oplevert. En dan geef je direct een ander antwoord. Licht gaat laag. De klok is klaar en ik gun het je echt van harte. Concentreer, het is een lastig spelletje. Noem een groente die je rauw eet. Sla. Andijvie. Andijvie. Waar is het druk op zaterdag? Op de markt. Op de markt. Noem een soort cocktail. Bloody Mary. Bloody Mary. Op welke dag doet u meestal boodschappen? Op zaterdag. Op zaterdag. Op vrijdag. Vrijdag. Welk cadeau komt altijd van pas? Welk? Cadeau! Komt altijd van pas. Nu! Ach, jongens, nou toch een toe. Nou ging het opeens stuk, het ging zo mooi. Een cocktail ging fout bij jou. Een beetje, het duurde lang. Ja. En toen, ja, dan, en dan krijg je de ellende. Nou ja, ah, laatste hoorde ik. Laatste hoorde je niet. Welk cadeau komt altijd van pas? Ja, of de shave. Nou, dat is echt maar niet shave. Wat ben je nou voor kerel, joh. Aan elkaar één liggen. Daar gaat ie. Noem een groente die je rauw eet. Jouw antwoord in tweede instantie. Eerste werd al gegeven was andijvie. Nummer 1 sla. Nummer 2 de worteltjes. Andijvie, de 100 zei dan. Ai, te weinig. Waar is het druk op zaterdag? Ja, jouw antwoord was een goeie. Let op. De markt. Nummer 1 markt. Nummer 2 stad of centrum. Die had Paul gegeven. De 100 zeiden op die 1. 28, 140. Noem een soort cocktail. Jouw antwoord was na wat twijfelen de nummer 1. Nummer 2 had Paul, het krapcocktail. Ik ben benieuwd. 100 zei dan. Ja, 162. Op welke dag doet u meestal boodschappen? Jouw antwoord ook weer in tweede instantie. Want Paul gaf de eerste al. Was. Vrijdag. Ja, de eerste was zaterdag en de tweede was vrijdag. En dat is de 100 zei dan. Oh, jongens. En die laatste. Nou, had je gezegd, want hij is er dus niet, hè. Nummer 5. Wat was je antwoord geweest? In dit geval was het een vraagteken. Dus dat is een 0. Maar nu wil ik het toch even afspelen. Wat had je gezegd? Aftershave had je gezegd. De nummer 1 was bloemen of planten. De nummer 2 was cadeaubon. En nou roep ik even naar de kant van de computer. Was er inderdaad aftershave bij? Die was er niet bij, dus je had hem dan toch verloren. 5-5 is er voor de laatste herkansing voor de Overschiesse Boys. Volgende week om 7:30, Para Televisie. Tot dan. Ja, maar jongens. En wie het zijn, zijn die naam geworden, de Overschiesse Boys. Gefeliciteerd. Volgende week hun laatste kans in Vara's 5-5.